Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 15 juni. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik heb hier de boel wel dicht. Ik heb nu de rolgordijnen een beetje open. Maar die moeten toch aan het eind van de middag echt wel weer dicht. Want anders wordt het hier echt sauna-achtig warm. Omdat de zon er dan op staat. Oké. Oh nee, dat is niks. Ik dacht even dat ik wat zag. Maar ik ben aan het roteren geslagen. En dan denk je misschien, roteren? Ik zal het je even uitleggen. Ik deed het altijd al met mijn handdoeken. Als ik mijn handdoeken heb gewassen, leg ik de fris gewassen handdoeken leg ik onderop. En de handdoeken die op dat moment onderop liggen, die leg ik er dan bovenop. Zodat ik alle handdoeken een keer gebruik en was. Zodat het fris blijft. En toen dacht ik laatst, met de sokken ook. Ik pak eigenlijk elke keer sokken die bovenop liggen. Omdat je de sokken die je dan gebruikt hebt, die je gewassen hebt, leg je weer bovenop je stapel. Dus die pak je het snelste. Dus daar ben ik ook mee begonnen met roteren. Dus ik heb de laatste tijd alle sokken die ik heb aangehad, die heb ik gewassen. Die heb ik niet terug in de la gelegd. Omdat ik heel veel sokken had die ik nog eerst wilde dragen. Nou ben ik, op een gegeven moment is die la leeg gegaan. Toen kwam ik nog een klein bakje tegen met sokken. En daar ga ik dus nu de schoongewassen sokken in doen. Zodat ik daadwerkelijk alles een beetje draag. We gaan nu natuurlijk wel een beetje naar de tijd dat je straks weer de kleine sokjes gaat aandoen. Ik draag momenteel nog wel gewoon lange sokken. Omdat ik toch lange kleding, of in ieder geval lange broek draag. Maar daar ben ik dus mee aan het roteren. Ik ben met de t-shirts begonnen met roteren. Dus de fris gewassen t-shirts die leg ik apart op een stapel. Zodat ik eerst alle andere t-shirts aan kan trekken. En dat bevalt heel goed en ik wil het van de week ook met de mokken gaan doen. Zodat ik nu alle mokken die ik nu heel vaak pak, die ga ik even naar achter schuiven. Zodat de achterste mokken ook even aan de beurt komen. Zodat ze ook weer een keer even goed afgewassen worden. Ja, voor mij werkt het heel goed. Ik vind het in ieder geval een hele fijne oplossing. Dus daar ga ik zometeen even mee beginnen. Ik moet de was in de kast leggen. De sokken moeten in de la. Ik moet een was aanzetten en daarna ga ik hier eventjes het huis schoonmaken. En dan daarna ga ik even bullet journalen. Gisteravond heb ik voor hetzelfde geld gekeken. Ze hadden best wel wat huizen bekeken. Hun eis was eigenlijk een bad en die zat er niet in. Uiteindelijk hadden ze gekozen voor echt een mega groot huis. Trouwens, bij het laatste huis zat volgens mij wel een bad. Dat huis had mijn voorkeur, maar daar kozen ze uiteindelijk niet voor. Ze kozen echt een mega groot huis. Mooie tuin, hele mooie woonkamer. Maar als je dat badkamertje zag, dan dacht ik van nou, dat had wel wat groter gekund. Want als je het van de buitenkant zag, was het echt een mega huis. Uiteindelijk hebben ze geen bod uitgebracht, omdat ze toch merkten dat de afstand naar familie toch nog 40, 45 minuten was. De afstand naar het werk was ook niet echt lekker, want ze deden heel lang over met reizen. Vonden ze niet zo fijn, dus ze hebben geen bod uitgebracht. Dus ze hebben uiteindelijk niet het huis gekocht. Maar goed, natuurlijk wel handig als je een huis wil kopen, dat je er op dat moment achter komt, joh, is zo'n afstand haalbaar, ja of nee? Ik heb mijn vlog afgemaakt, ik heb mijn foto's bewerkt, ik moet er nog eentje. Toen ben ik lekker mijn serie gaan kijken, die eindigde echt, maandag eindigde die serie heel, heel spannend. Toen ging ik gisteren verder kijken en toen dacht ik echt, deze serie wordt steeds gekker, maar wel op een spannende manier. Dus dat ik heb wat resultaten op het web gevonden. Stil, Siri! Je vanaf je iPhone vraagt. Ik schrik me helemaal kapot. Mijn speaker gaat ineens praten. Nou. Maar nu ben ik een beetje uit mijn verhaal. Oh ja, over die serie. Dat ik echt dacht, het wordt steeds gekker. Dus ik, ja. Ik heb dan gewoon alweer zin om verder te gaan kijken. En ik heb flikken gekeken, dus dat was het ook wel. Ik ga jullie even meenemen in de wasbende. Dan laat ik je gelijk zo even zien hoe ik dat doe met die sokken. Maar eerst maar even de was opruimen en daarna eventjes een was aanzetten en aan het poetsen. Dus ik neem jullie weer mee. Thank you.
Zo, de boei is weer lekker schoon. Het is weer heel fijn. De woonkamer is lekker schoon. Sokken ligt terug in de la. De was is weer opgevouwen, maar ik heb er hier nog één die moet. Maar die was dus niet helemaal droog geworden, dus die heb ik maar even uitgehangen. Want ja, dat was denk ik een beetje te veel. Het had wel in de droger gezeten, maar het voelde nog een beetje klam aan. Dus ik heb hem nu even uitgehangen. Want het was in elkaar gegaan, het was beddengoed. En dat draait dan in elkaar, zeg maar. Dan droogt het natuurlijk niet. De nieuwe was, die is wel aan het draaien, maar die zal wel een beetje vertraging hebben. Want ik kwam met stofzuigen langs de knop heen, waar de wasmachine en droger op zitten. Aan zo'n stekkerdoos, daar kwam ik dus per ongeluk langs en hij klikte om. En dan valt gelijk de stroom eruit. Dan doet helemaal niks het meer. Stroom erop gezet. Toen ging die wel. Toen zag ik helaas dat het knopje op os stond. En toen zette ik het knopje weer aan. Toen vloog weer de stroom eruit. Dus nou, weer de stroom erop. Dus ja, toen heeft hij toch een beetje vertraging gehad met wassen. Hij ging uiteindelijk wel vanzelf verder. Dus ik hoefde er niks aan te doen. Maar alles lag eruit. Mijn internet, mijn speaker, mijn tv, echt alles. Maar goed, dat start vanzelf wel weer op. Ik was toch aan het poetsen. Dus ik had zoiets, nou weet je, dat komt straks wel. Maar wel fijn dat dat allemaal alweer opgeruimd is. Hij gaat nu al wel centrifugeren. Nou, misschien is hij dan zo nog wel klaar. Maar dat moet ook eventjes afwachten. Ik heb ook even lekker wat gebullet-journald. Ik heb even weer een verhaaltje geschreven voor van maart. Ik loop dus een paar maanden achter. Maar zoals ik al zei, er is toch niet heel veel gebeurd de laatste maanden. Dus ik heb dit zo bijgewerkt. Alleen ik moet even wat dingen inkleuren nog. En dan kan ik dat weer opplakken. En dan is maart ook alweer afgerond. Dus op zich was het wel lekker relaxed. Wel even wat dingen gedaan. Ik heb inmiddels wel hier de boel dicht zitten. Zoals je kan zien. Ook de rolgordijnen zijn dicht. Je kunt zien dat er nog best wel veel licht doorkomt. Kijk, met dat rolgordijn daar is het wel echt lekker donker. Maar ja, dat rolgordijn dat was kapot. En ja, ik vond dit voor nu even prima. Maar goed, als we echt weer hele hete zomers krijgen. Er zit zaterdag een hele warme dag aan te komen, geloof ik. Ik zag dat het 32 graden werd. Dus ja, dan zou ik moeten kijken of dat dit voldoende is. Maar voor nu heb ik het in ieder geval lekker dicht. En dan kan dan vanavond als de zon erop is, zet ik een poosje het raam open. Want dan koelt het vaak wat af. En dan is dat wel lekker. Ik ga het nu zometeen even lekker relaxen. Hopelijk is de was zo klaar dat hij al in de droge kan. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Ik heb wel mijn nagel even bij moeten werken, want die was behoorlijk beschadigd. Maar oké, hoort er even bij. Ik denk dat ik hem even... Stop! Er kwam er eentje hier op de bank springen, maar ik heb een jumpsuit aan. Dus om te hangen hier in mijn been. Ik denk dat ik hem even opnieuw moet doen, want het is niet heel mooi geworden. Vanavond kijk ik het perfecte plaatje. Ik ga even mijn blogpost schrijven. Ik heb nog een preview artikel wat online moet komen. Die wil ik ook even proberen alvast in te plannen. De vlog moet geüpload. Daar moet ik nog een thumbnail van maken. Uiteraard ga ik verder met mijn spannende serie. En heb ik vanavond flikken. Dus dat is het ook wel. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niet heel veel meer doen dan even relaxen. Even deze nagels straks opnieuw doen. En ja, gewoon lekker mijn avondje. Dus bij deze, tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 16 juni. Ik ben klaargemaakt. Sorry alvast voor het slechte licht wat de komende dagen met vloggen eventjes het hoogtepunt zal zijn. Want ik moet de boel hier dicht laten. Ik moet de katten, maar ook mezelf beschermen tegen de temperaturen die eraan gaan komen. Het wordt natuurlijk super warm. Ik merk gewoon dat de katjes er heel veel moeite mee hebben. Ik zelf ook. Ik kan er heel slecht tegen. Maar ja, het is even wat het is. Maar ik moet hierin echt even de grens trekken van het is even wat het is. Dus ik laat de boel dicht en dan rond een uurtje of 8 uur, 8:30 kan het pas open. Omdat de zon anders het huis nog warmer gaat maken. Het is hier binnen al 23,5 graden. Het is buiten 23 graden. Maar als ik nu die zon toelaat, dan weet ik gewoon dat het nog warmer gaat worden. En daar hebben we gewoon last van. Ik ben in ieder geval lekker klaargemaakt, dat wel. Ik heb gisteravond het perfecte plaatje gekeken en dit was moeilijk. Ze moesten een microfoto maken. En een microfoto is dus een foto van heel dichtbij. De opdracht was, ga naar de markt en koop daar spullen waarvan je een foto wil gaan maken. Dus dat kon fruit zijn of groente of vlees, vis. Ik heb wel gelachen, die Tim ten Beste, volgens mij heet hij zo, of den Beste. Hij had een bekend gezicht. Ik kan niet helemaal plaatsen waar die
waar die, wat hij nou doet. Maar ik heb wel gelachen, want hij had echt zo'n hele vieze vis en zo'n ander ding. En dat hij echt helemaal zo mee te spelen. Ik vond het ook wel ranzig, maar ik moest er ook wel om lachen. Uiteindelijk wel jammer degene die weg moest. Maar ja, het is natuurlijk een spel, dus ja, er moeten mensen afvallen. Het was een moeilijke opdracht. Ik heb mijn thumbnail gemaakt, ik heb mijn blogpost geschreven. Ik ben een beetje nu mijn harde schijf aan het opruimen en mijn laptop, dus dat heb ik nog even gedaan. Toen ben ik verder gegaan met mijn Netflix-serie. Was weer super spannend, zoals elke avond. Het liep ook weer zo spannend af, dus vanavond lekker verder. En daarna heb ik flikken gekeken en dat was ook prima. Ik heb 2 pakketjes binnengekregen, die ga ik even met jullie unboxen. En daarna ga ik even een video opnemen. En daarna ga ik schilderen op nummer proberen. Vind ik ook wel leuk. Daar ga ik jullie bij zetten. Maar ik zal eerst even de pakketjes met jullie openmaken. Nou, ik heb er even wat make-up besteld. Ik zal alvast vertellen. Er zit een nieuwe collectie bij van Essence. Een trend editie. Maar ik weet niet wanneer deze in de winkel zal liggen. Omdat Essence in juni ineens 2 collecties aankondigde. Dus het kan ook zijn dat het juli wordt. Maar op internet was het dus al te koop. Ik vind het fijn om het tegenwoordig op internet te kopen, want dan kan ik zelf eventjes de tijd nemen om er wat mee te doen en een video mee te maken. Ik heb bij 2 verschillende webshops besteld. Allereerst bij Notino. En hun leveren ook best wel snel. Daar heb ik allereerst de lipgloss. En er zijn er 2. Het is een plumping lipgloss. Ik heb hier de kleur Happy Smell Happy Life. Dit is de nummer 2. Hij kwam in 2 kleuren. Dat is dus deze. Ziet er heel leuk uit. Dus ik ben wel heel benieuwd. Ik heb wel heel goed verpakt. En dit is de nummer 1. Swipe for Happiness. En de verpakking is verder hetzelfde. Maar het zijn dus 2 aparte kleuren. Want als je ze naast elkaar houdt. Je ziet wel wat verschil. Maar ik weet niet of het voor jullie heel goed overkomt. Dus dat zijn deze. Wat ik ook even mee heb laten vallen zijn mijn favoriete oogpotloden. De Long Lasting Eye Pencils. Die 18 uur blijven zitten en waterproof zijn. Die van mij die was weer bijna op. Dus ik dacht ik bestel eventjes nieuwe. En deze zijn op deze webshop een stuk goedkoper als bij de drogist. Dus ja, beter om ze dan online te kopen. Ik zal even mijn batterij verwisselen en dan kom ik bij jullie terug. Zo, nieuwe batterij erin. Dan zal ik dit eventjes uitpakken. We verpakken het zo. Dat is dus heel ecologisch. Dan zit het ook nog in een los zakje. Dus dat is wel heel netjes. Ik heb hier ook nog van de Everlasting Bloom een Nail Glow Beautifier. Want die had ik nog niet en daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ik heb de collectie al wel gereviewd, maar deze ga ik dan gewoon zelf even proberen. Ik had wel de nagelolie, maar deze nog niet. Ik weet niet of ik het al had verteld, maar deze collectie is uitgebracht omdat Essence dus 20 jaar bestaat. Deze heet de Make Beauty Fun collectie en dit is de nagel topcoat daarvan. De volgende producten die komen bij Parfum Dreams vandaan. En ik was eigenlijk heel erg verrast dat het er al was. Want dit komt uit... Ja, hier staat nu gewoon wat anders. Maar er stond eigenlijk bij dat het Zwolle was. Het komt uit Zwolle. Maar er stond eigenlijk bij dat het uit Duitsland kwam. En het zou eigenlijk pas... wanneer zou het aankomen? Maandag of dinsdag. Maar het was er dus nu al gewoon. Dus dat is wel super top. Daar heb ik besteld de mascara van die collectie. Dit is de I Love Extreme mascara. Die hoorde er ook bij. Je hebt ook overigens allerlei kwastjes en etuietjes had je en een sponsje. Maar dat heb ik allemaal niet gekocht, want dat ga ik toch allemaal niet gebruiken. Ik heb ook de highlighter. Dit is een soort ombre highlighter. Deze heeft de naam 01 Happiness Shines From Within. Deze is gewoon een keertje heel aangekomen. Dat is ook wel heel fijn. Dus dat is die. Oeh, ruikt lekker. En het oogschaduwpaletten. En dit is wel een bijzondere. Want dit paletten, die stond dus... toen ik het persbericht ging schrijven hierover, stond het paletten erbij. Maar hij stond dus niet in
Ik had er wel een afbeelding van, maar hij stond niet in het persbericht. En die kon je dus op internet wel krijgen. Deze heeft de naam 01 Color Mood Happiness. Heel mooi, het is een heel groot palette. En die ziet er, wauw, zo uit met zoveel kleurtjes. Nou, ik vind het helemaal leuk. Nou, nogmaals, collectie dus omdat Essence 20 jaar bestaat. Ik kreeg er trouwens ook een tussentje bij. Ik heb een geurtje gekregen. Dit is van, deze. Zeg maar niks, maar het is gewoon zo'n klein tessertje. Superleuk, zo'n simpel sampletje. Deze collectie is dus omdat Essence 20 jaar bestaat. Zoals ik net al zei, ik weet dus niet wanneer deze echt in de winkel gaat liggen. Hou daarvoor maar eventjes gewoon de winkel in de gaten. Je kunt natuurlijk ook gewoon online kopen, wat ik heb gedaan. Maar op zich, deze collectie zal... misschien eind juni, begin juli denk ik er wel zijn. Maar ja, omdat ze dus nu op het moment 2 limited edities hebben. Maar deze is dus wel speciaal omdat Essence 20 jaar bestaat. En dat vind ik ook wel super leuk. Want ik ben al zo lang fan van Essence. Dus ja, super leuke producten. Ik ga het nu even stofzuigen en dan ga ik de spullen klaarzetten om een video voor jullie op te nemen. Ik heb trouwens vandaag dat nieuwe topje aan die ik bij de Lidl heb gekocht. En ik vind hem echt heel leuk zitten. Hij zit echt mooi. Voor een Essence zit hij echt leuk. Maar kijk ook leuk die roesjes aan de zijkant. Echt super leuk. En dit is echt hier stof. Dus je kunt gewoon zeg maar... je ziet het hemdje niet wat je eronder draagt. Maar hier heb je dan wel leuk dat je huid er een beetje doorheen komt. Dus ik vind hem echt super leuk. Ik heb er gewoon een rokje bij aangedaan. Volgens mij heb ik 10 keer bij de H&M gekocht. Maar ik vind hem wel echt super leuk zo. Dus die wilde ik wel eventjes laten zien aan jullie. Ik ga dus schilderen op nummer. En ik heb dus deze set van de Lidl. Dus ik wil gelijk eventjes kijken ook wat erin zit. Ik moet hem alleen even opensnijden, zie ik. Er zat ook een... even eraf tijgen, anders zien mensen ons niet. Een QR-code bij. Dus die heb ik even gescand en lieten ze een beetje zien hoe het moet. Ik zal hem even opensnijden. Dan zal ik even laten zien wat er dus allemaal in zit. En dan gaan we dat eens proberen of dat lukt. Het is denk ik best wel moeilijk, maar wie weet lukt het me gewoon. De doos is open. Dus we gaan hem even openmaken. Je hebt hier allemaal zakjes met verf. Een penseeltje. Je hebt hier een dingetje. Dit moet je uitdrukken. Daar kun je de potjes in zetten. Er zit ook nog een beschrijvingje bij. Dit is de painting. Er zijn dus al een paar dingetjes gekleurd, zie ik. Dus je hoeft niet echt alles te doen. Maar dat wordt nog wel een uitdaging. Dus dat is die. En het leuke is, je krijgt er dus ook een lijstje bij. Dus als je klaar bent, kun je hem dus ook gewoon zo inlijsten. Dus hoe leuk is dat? Dus ik ga even een krantje neerleggen als klaarzetten. En dan gaan we proberen of dat dit een beetje lukt. Nou, zoals je kan zien heb ik pas met 2 kleuren gewerkt. Met wit en met blauw.
Het is wel heel leuk, maar het is wel heel moeilijk. Het is wel echt een priegelwerkje, maar ja, ik vind het tot nu toe, ja, je ziet er nu toe nog niks van, omdat het een poesje moet worden. Ik bedoel, het moet dit worden en ik hoop dat me dat gaat lukken. Maar ja, nu vind ik het op zich nog wel leuk uitzien, dus ik ben heel benieuwd als ik weer verder ga. Maar voor nu ben ik wel tevreden. Ik vind alleen dat je de potjes heel moeilijk open krijgt. Daar zou een betere oplossing voor moeten zijn, want dat is echt wel een beetje drama. Zo, de katjes hebben net lekker gegeten. Het is inmiddels wat bewolkt. Het is niet meer zo zonnig, maar ik weet niet of dit blijft. Laten we eens even de weervoorspelling erbij pakken. Oh nee. De bewolking is inderdaad nu een beetje minder. Morgen wordt het niet zo heel zonnig, maar ik zie nu ook dat de temperatuur voor zaterdag gelukkig ook al gedaald is. Die is nu naar 27 gegaan. Maar goed, het is dus nu eventjes niet meer zo zonnig. Dus als het zo blijft, dan kan straks de boel wel gewoon weer open. Want ik vind het niet heel gezellig hoor, om zo in zo'n donker huis te zitten. Maar goed, we doen even wat nodig is. Ja, ik vond het leuk om even... Oh, daar is de zon weer. Het is schilderop nummer. Ik vind het wel wat moeilijk, omdat je heel precies moet werken. Je hebt soms hele kleine stukjes. Het kwastje vind ik niet fantastisch hierbij. Die laat wel haartjes achter, maar gelukkig heb ik zelf nog hele fijne kwastjes. Dus het zou kunnen dat ik die dan eventjes erbij ga pakken als ik het weer ga doen. Maar ik vind het wel heel leuk. Ik vind het ook leuk dat er een lijstje bij zit, zodat je hem ook daadwerkelijk echt op kan hangen. Maar dat is ook wel echt mijn doel. Ik vind dat echt dus heel leuk. Dus ik heb er wel van genoten. De video opnemen ging ook wel goed. Het is trouwens voor een extra video. Want de video van zaterdag die ga ik morgen opnemen. Dus ja, dat ging eigenlijk allemaal wel lekker. Ik zat wel een beetje onder de verf, maar je kan het heel makkelijk afwassen. Dus wel heel kindvriendelijk. Ik snap op zich ook wel dat die dopjes heel strak erop zitten. Maar ja, misschien voor kinderen snap ik dat ook wel. Maar als volwassenen krijg je ze ook bijna niet los. Dan moet je echt heel veel kracht zetten. Maar goed, het was wel heel leuk. Ik ga zo meteen eventjes lekker relaxen en dan straks douchen en eten. Ik heb vanavond kippenpootjes, die had ik nog in de vriezer, dus die heb ik er mooi uitgehaald. Wordt de vriezer ook weer wat leger. En je probeert nu toch anders boodschappen te doen, merk ik. Want je let nu wel veel meer op. Dus als je nog dingen hebt liggen, ga je het eerst opeten. Omdat de boodschappen natuurlijk best wel duur zijn geworden en dat merk je gewoon. Maar ja, verder ga ik vanavond eventjes Louisa en Rowan in het Gooi kijken. En daarna ga ik lekker Hudson en Rex kijken. Daar heb ik echt heel veel zin in. Sowieso nog eventjes een spelletje spelen op de Switch. Ik moet foto's bewerken. Misschien nog even verder op mijn harde schijf, maar dat moet ik maar eventjes zien. Ik ga lekker mijn Netflix serie verder kijken en daarna heb ik nog weer flikken. Dus dat wordt het dan ook wel, dus niet heel bijzonder. Ik ga in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu verder niet zo heel veel meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 17 juni, ik ben klaargemaakt. Welkom in het donkere huis, want ja, we zitten weer in het donker. Het zweet gutst van mijn voorhoofd. Ik heb net een video voor jullie opgenomen en het was best wel warm bij de lamp. Maar ik ben ook zo blij dat ik hem nu heb, want anders had ik deze video niet kunnen opnemen. Ik heb gisteravond Rowan en Louisa in het Gooi gekeken. Ik schrok me wild, ze gingen een badpak kopen. Zo duur joh. Maar op zich is het wel leuk om te zien. Daarna heb ik Hudson en Rex gekeken en ik baalde een beetje, want er was dus een technische fout geweest en daardoor moesten ze de aflevering opnieuw instarten en toen stond hij er niet helemaal op. Dus ik heb het laatste eindje maar eventjes op YouTube gekeken, want ik wilde weten wie de dader was. Dus dat was een beetje jammer. Ik heb verder mijn foto's bewerkt. Had ik verder nog wat op de laptop gedaan? Ja, wat dingen opgeruimd en zo. Toen ben ik lekker mijn video of mijn serietje gaan kijken. Zo spannend. Ik zeg het elke keer weer, maar hij is gewoon echt fantastisch. En daarna had ik flikken, dus dat was het verder ook wel. Mijn moeder die belde nog even en Lente was ook nog wakker, want die had heel lang geslapen. Die zat kwark te eten. Ze zat de hele tijd te lachen. En dat is zo grappig als hij lacht. Ze heeft zo'n giecheltje, dus dat was wel even heel schattig. En toen zei ze op een gegeven moment, ja, Lente die ging douchen. En toen ja, zeg je doe je tegen tante, zit ze te zwaaien, maar ik zie het niet. Maar het is wel super schattig natuurlijk. Ik ga zometeen eventjes stofzuigen, de kattenbakken doen. En dan ga ik het keukenkastje even schoonmaken. Want dat is even aan de beurt. Dan kan ik die mokken gaan roteren. En daarna ga ik nog even diamond painten. Dus dat is eigenlijk de planning. Ik zal jullie eens eventjes mijn outfit laten zien. Want ik heb dus nu een van de jurkjes aan die ik bij de Action heb gekocht. Ik vind hem echt heel lekker zitten. Hij is ook nog wel vrij luchtig. Ik heb dus deze aan. Ik vind hem zo leuk. Zien jullie het? Ik vind het echt heel leuk.
Mijn haar is eventjes opgestoken, want het is natuurlijk onwijs warm. Maar ik vind het een heel leuk jurkje. Goed, ik ga nu even stofzuigen en de kattenbakken doen. En dan gaan we zometeen eventjes de keukenkastjes doen. Of tenminste één keukenkastje doen. Nou, ik heb net even alles opgeruimd. Even de lampen en de statieven stonden er nog. Dus ik heb dat allemaal weer eventjes opgeruimd. Ik had de lamp laten staan vannacht, omdat ik wist dat ik hem nog moest gebruiken. Dus ik had gisteren zoiets, ik hoef hem niet op te ruimen, want dan moet ik hem morgen weer opzetten. Dus die had ik even laten staan. Dat heb ik net allemaal even netjes opgeruimd. Het keukenkastje is dus weer mooi schoon. Dat is wel fijn. Ik keek net even naar de temperatuur. Het is buiten 29 graden. Binnen 24,5 en ik heb vannacht ook heel slecht geslapen door de warmte. Want ik werd vanochtend heel vroeg een keer wakker doordat ik het heel erg warm had. Ik heb de ventilator wat harder gezet. Toen ben ik uiteindelijk wel weer in slaap gevallen, maar het was niet, een beetje rusteloos geslapen. Raar gedroomd, het was niet heel fijn. Maar voorlopig blijft hier de boel in ieder geval dicht. En dan, wanneer zou het afkoelen? Even kijken, gaat het afkoelen? Dat is de vraag. Aangezien het morgen ook zo intens warm schijnt te worden. Oh, het koelt helemaal niet af. Nou, lekker dan. Ja, het koelt wel iets af, maar dat zijn niet de temperaturen waarvan je denkt, nou, dit is echt cool. Diamond painten met verlichtingsbord ging echt heel goed. Want nu kon ik inderdaad de cijfertjes nog net wat beter, of de letters moet ik zeggen, lettertjes net wat beter lezen. Dus dat was wel heel fijn. Dus dat ga ik in het vervolg wel doen. Want dat is gewoon net wat handig. Ik ben nu met de tweede kleur begonnen. Dus superleuk, lekker ontspannend. Ik had muziekje erbij aan, dus top. Ik ga zo wel even proberen nog te relaxen, zover dat lukt. En dan ga ik straks even lekker douchen en eten koken. Vanavond ga ik bevallen met Bobby eventjes kijken. En Nieuw Amsterdam. Ik moet een video in elkaar zetten, even de blogpost schrijven. Ik ga verder met mijn Netflix serie en ik ga Glad IJs kijken. Dus dat wordt het ook wel. Ja, en hopelijk dat het een beetje afkoelt, maar ik ga er niet vanuit. Morgen nog even doorbijten en dan wordt het zondag weer wat koeler. Ik verlang er nu al naar. Ik zie gewoon echt een beetje op tegen de echt warme dagen, maar dat hebben heel veel mensen. Ik las toevallig gisteren op internet. Ik dacht altijd dat ik de enige was die niet tegen de warmte kon. Althans, dat ik de enige was die het toe kon geven. Maar toen las ik op internet dat heel veel mensen zeiden, nou, ik vind dit geen warmte meer. Dit is gewoon niet leuk meer, deze warmte. Dus het voelde toch nog wel een soort van, oh, gelukkig. Ik ben dan toch niet helemaal in mijn eentje. Maar goed, ik ga dus nu even mijn dingen doen. Ik zie jullie dan gewoon morgen weer, want verder valt er weinig te vloggen. Ik zweet me helemaal gek, dus tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Ja, het is 18 juni. Ik ben wel klaargemaakt, maar ik voel me eigenlijk helemaal niet lekker. Het komt echt door de warmte. Ik heb hoofdpijn, ik ben misselijk. Ik voel me gewoon niet zo goed. Ik heb ook heel slecht geslapen door de warmte. En daar was ik al wel een beetje bang voor, omdat ik wist dat het heel warm zou blijven. Maar ik vind het heftig. Het is wel minder warm als gisteren hier. Het is hier nu 26 graden buiten.
binnen 25,5. Gisteren was het hier 29 graden buiten. Maar ik heb er echt heel veel last van. Ik zou wat dat betreft zo blij zijn als het morgen is dat de temperatuur beter wordt. Maar ja, goed, dat is ook maar even tijdelijk. Want het wordt volgende week ook wel weer wat warmer. Maar ik hoop gewoon dat de warme lucht wat minder wordt. Want dit is ook echt warmte die overkomt uit het buitenland als het goed is. Wil je ook hi zeggen? Dus ja, dat is even wat minder. Ik heb gisteravond Bevallen met Bobby gekeken. Was wel weer een mooie aflevering. Daarna heb ik gekeken naar... dat kriebelt. Nieuw Amsterdam. Was ook wel weer mooi. Maar het gaat allemaal een beetje... Het gaat allemaal heel versneld. En dat vind ik een beetje lastig soms. Ik heb de video in elkaar gezet. Ik heb mijn blogpost geschreven. Toen ben ik daarna mijn Netflix-serie gaan kijken. Ik ben nu door seizoen 2 heen. Ik ga nu naar seizoen 3. Ik heb gelezen dat die minder zou zijn, maar ik ga het zien. En daarna heb ik Glad IJs gekeken, maar dat was een beetje raar, want volgens mij hebben ze het verkeerd uitgezonden. Want volgens mij hebben ze eerst een aflevering uitgezonden die eigenlijk een week later moest. Maar goed, ik snapte het ergens nog wel, dus oké. Ik moet zo eventjes de kattenbakken scheppen, want die stinken ook echt een uur in de wind met dit weer. Maar ik moet stofzuigen, ik moet even mijn voeten veilen, want ik heb weer heel erg veel last van eelt. En ik voel er niet heel veel voor om je eeltsokken te dragen met deze temperaturen. Daarna moet ik even de kwasten wassen van mijn make-up. En ik ga even bullet journalen, maar ik ga het verder niet heel bon maken of zo. Want ik ga straks wel even een aspirintje nemen, maar ik merk gewoon dat het even allemaal niet zo wil. Maar goed, ik ga eerst eventjes wat dingen doen en dan zet ik hier er even bij als ik de kwasten ga doen. Dus dat is voor nu even de planning. Ik heb gisteravond nog wel eventjes mijn hele gastel eventjes geschuurd. Zodat het, dat vond ik op zich wel lekker. Daar word ik altijd wel blij van. Dus ik ga jullie in ieder geval weer meenemen. Ik heb een poging gedaan om Minnie Mouse te tekenen. Ik vind hem eigenlijk gelukt. Dus ik vind hem wel leuk geworden. Dit is de cover voor juni. Maar dit is dus Minnie Mouse die helemaal happy is. Geen beentjes, maar ik vond hem zelf wel heel erg leuk. Dus ik moet alleen nog even juni eronder zetten. En dan kan ik het verder afmaken. Maar ik vond hem wel
dat is schattig geworden, dus die wilde ik even delen. Zo, katjes hebben net hun eten op. Ik ben op zich wel even lekker bezig geweest. Wat trouwens nog even een toevoeging doen. Ik had de video geëdit en ik had op een gegeven moment had ik gezien dat ik bij dat de mascara heel erg was gaan uitlopen. Dit heb ik in beeld neergezet, maar volgens mij heeft hij dat niet gepakt met editen. Dus ik weet inderdaad dat het heel erg was uitgelopen. Maar voor mij is het soms moeilijk omdat ik het zonder bril soms niet zo goed kan zien. Maar ik zal er volgende keer eventjes op letten. Maar ik snap niet dat hij dat niet heeft gepakt met editen. Maar goed, is even niks meer aan te doen. De kwasten zijn in ieder geval lekker schoon. De foundation kwast is nu ook super schoon. Want die heb ik dus in het apparaatje gedaan. Duurt allemaal wel iets langer, maar ik vond het ook wel lekker. Ik heb het nou ook lekker met koud water gedaan. Ik moest niet denken aan warm water. Dus dat ging op zich wel lekker. Heb eventjes lekker mijn boek bijgewerkt voor mijn blog en YouTube. Ging ook wel lekker. Mickey even, of Minnie even verder ingekleurd. Nog even wat dingetjes ingekleurd voor mijn mus. Dus op zich was het wel lekker. Ik heb net even de ijsblokjes gevuld. Die zitten nu in de vriezer. Die ijsblokjes maken die ik, ijsblokjes die ik had gekocht bij de Zeeman een poosje terug. Die zitten nu lekker in de vriezer. Dus dan heb ik in ieder geval de komende dagen ijskleurtjes. Ik ga zometeen even lekker relaxen, want ik voel me nog steeds niet helemaal top. Het gaat gelukkig wel ietsjes beter, maar het is nog niet helemaal geweldig. Ik heb hier ook 2 ventilatoren aanstaan, want anders is het niet te doen. Vanavond ga ik het jachtseizoen kijken, want Maxime en Montana Meiland doen mee. Dat vind ik wel leuk. En ik wil even Obies terugkijken. Verder ga ik de vlog al voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Ik denk nog even mijn e-reader aanvullen met wat nieuwe boeken, want die heb ik weer binnen. Ik heb mijn voeten eventjes glad geveld, want die voelden heel ruw aan met heel veel eelt. Dus die heb ik ook weer eventjes glad. Verder ga ik mijn serie kijken, seizoen 3. En ga ik vanavond Roze Geur en Wodka Lijn kijken, dat wordt het ook wel. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 18 juni. Ik zit even lekker op de bank, want het huis is... Ik doe een poging tot afkoelen althans. Ik heb het raam openstaan en de deur openstaan. Het is echt veel koeler. Je merkt het gisteravond al, de wind begon te waaien. Ik dacht, oh, dit is wel heel fijn. En hopelijk dat het huis nu wat afkoelt. Het is hier nu 25 graden, dus ik hoop dat het wat naar beneden gaat. Meestal duurt het een paar dagen, maar van de week wordt het ook wel weer... temperatuur weer wat hoger, dus ja, dus even afwachten. Maar ik ben heel blij met zo'n dagje, want nu kan ik eigenlijk weer eventjes in het licht zitten. Want ik merkte wel de afgelopen dagen dat ik wat minder fijn in mijn vel zat, doordat ik de hele dag eigenlijk in het donker zat in huis. En dat vond ik toch niet zo heel fijn, maar goed, je moet iets om het niet nog warmer te laten worden. Ik heb gisteravond tijdens het eten leven Obies gekeken. En het was een koppel dat meedeed. En allebei hadden ze best wel een doel wat moest lukken. Die man die ging eigenlijk als een speer, die vrouw iets minder. Die man zag je ook heel veel sporten, ja, die vrouw iets minder. Dus ze heeft het buiten de camera gedaan. Maar ja, ze gingen toen nog weer al inclusief op vakantie. En ja, die man die bleef ook nog wel zijn biertjes een beetje drinken. Maar uiteindelijk hadden ze wel allebei, ze hadden niet helemaal het doel gehaald wat ze wilden. Ja, de vrouw uiteindelijk wel, maar ze hadden dat doel ook bijgesteld, omdat het afvallen helemaal niet snel ging bij haar. Dus ze hadden uiteindelijk toch weer het gewicht wat veranderd. Toen had zij het wel gehaald, de man niet helemaal, maar ze waren in ieder geval heel blij ermee. Dus dat was denk ik het belangrijkste. Ik heb jachtseizoen gekeken en dat was zo grappig. Maxime en Montana Meiland die deden mee. En op een gegeven moment zie ik ze ergens uitstappen. Ik denk, hey, dit komt me heel bekend voor. Het was gewoon bij mijn woonplaats waar ze uitstapten. Ik dacht, hey, dat is helemaal niet zo ver bij mijn huis vandaag geweest. Echt super grappig om te zien. Dat je dan eventjes gewoon het dorp waar je zelf woont eventjes op tv ziet. Vond ik wel echt heel grappig dat ze zo dichtbij waren. Uiteindelijk zijn ze wel gepakt helaas. Ze zijn niet weten te ontkomen. Ik heb ook nog even Chateau Meiland gekeken, want dat hebben ze toen in die week dat VI niet op tv was, hebben ze dat uitgezonden. Dat had ik opgenomen omdat ik dat toen nog nooit had gezien. En ze gaan daar morgenavond weer verder mee, omdat VI nu met vakantie is. Dus ik dacht, nou, ga ik daar nog even een afleveringetje van kijken. Ik heb mijn vlog voor het grootste gedeelte in elkaar gezet. Ik heb nog even wat boeken op mijn e-reader gezet.
Toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken. Dat kreeg weer zo'n aparte wending. Echt, ja. Ik blijf van de ene verbazing in de andere verbazing gaan. Daarna heb ik even Roosgeuren Wodka Lijm gekeken. Ik ga zo eventjes stofzuigen en de kattenbakken scheppen. Dan ga ik even de groenten afhalen en gehaktballen draaien voor morgen. En daarna wil ik eventjes mijn gezicht een beetje doen. Even mijn poriën uitzuigen en even mijn wenkbrauwen. En ik ga even foto's maken. En dat zal ik straks even laten zien waarvan ik foto's ga maken. Dus dat is het ook wel. Dus ja, ik ga eventjes aan de gang. Ik heb een beetje een zere voet, want ik heb het idee dat ik in iets scherps heb gestaan. Maar ik kan niet helemaal achterhalen wat het is geweest. Maar het kan ook zijn van het veilen van gisteren. Dus ik heb het maar even afgeplakt. Want nu voelt het meer alsof ik op een kussentje loop. En als ik echt op mijn voet loop, doet het heel veel pijn. Dus dat eventjes. Maar goed, ik ga nu eventjes wat doen in ieder geval. Zo, ik heb fotospullen gepakt. Ik heb hier allereerst een highlighter van Catrice. Dit is de Mord & Glow. In de kleur 020 Supreme Rose Beam. Ik heb hier een Kind Every Foundation van Rimmel. In de kleur 10 Rose Ivory. En ik heb een voetenmasker. Dat lijkt me heel lekker. Hier zit zeezout in. Dus die ga ik lekker van de week eventjes dragen. Doe ik het gewoon 's nachts. Doe ik er sokken over aan. Dus het lijkt me wel heel erg lekker. Dus dit, hier ga ik nu eventjes foto's van maken. Dan is dat ook weer klaar. Zo, katjes hebben net lekker gegeten. Ik heb weer een rood bekkie, want ik heb dus mijn poriën schoongemaakt. Er kwam best wel weer wat uit, maar die plekken die trekken vanzelf wel weer weg. Mijn neus ook even gedaan. Voelt best wel lekker, gewoon even, ja, alles goed. Dan straks met douchen ga ik toch ook even scrubben en zo. Mijn wenkbrauwen heb ik even netjes gemaakt, want dat vind ik wel lastig met een bril. Dat je je wenkbrauwen niet zo makkelijk kan doen, zeg maar. Dus ik heb nu het in ieder geval weer geprobeerd en het ziet er wel weer redelijk netjes uit. Dat was wel lekker. Groente staat ook klaar. Ik heb ook de gehaktballetjes gedraaid. Ik had dat pakje wat ik had gekocht. Zijn er van die kleine pakjes. Daar heb ik 4 balletjes uitgedraaid. Dan heb ik er 2 in de vriezer gestopt. Want ja, dan zijn ze in ieder geval voorgedraaid. Ik heb er goed veel kruiden op gedaan, dus dat was wel lekker. Katjes hebben ook net lekker gegeten. Foto's maken ging vlot. Ik heb zelfs, toen ik de foto's ging importeren achter in de laptop, nog eventjes wat fotootjes bewerkt voor de preview van Essence die nog online moet komen. Dus op zich was het wel een lekker middagje. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Het koelt nog niet af binnen. Het is nog steeds 25 graden. Dus dat gaat nog niet echt hard. Dus ik hoop dat het de komende dagen lukt. Maar ik weet eigenlijk niet wat er de komende dagen gaat gebeuren. Vandaag is het dan 17 graden. Morgen 19. Oh, donderdag wordt het weer zo'n warme dag. Hé, jakkie. Nou ja. Het is even wat het is. Ik ga vanavond even Zeeman Confronteert Stalkers kijken en Million Dollar Island. Ik ga mijn nagels even doen. Ik moet foto's bewerken voor mijn blogpost. Voor morgen. Ik moet eigenlijk nog een extra video in elkaar zetten. Misschien dat ik dat nog even ga doen. En verder ga ik lekker mijn Netflix serie kijken en flikken. Dus dat wordt het ook wel. Ik ga u dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 20 juni. Ik ben klaargemaakt en vandaag is Nathalie jarig. Gefeliciteerd meid. Maar ik heb haar straks al eventjes gezellig gebeld. Om haar te feliciteren uiteraard. We hebben eventjes een beetje bijgekletst. Ik had haar ook een kaartje gestuurd. Die kan ik nu in deze vlog wel laten zien. Want dat kon in de vorige vlog nog niet. Want ik had hem toen al geschreven en gekocht. Maar anders zou zij hem al zien. Eventueel mocht ze de vlog kijken, dan zou ze het kaartje al zien. En dat wilde ik natuurlijk niet. Dus die kan ik zo meteen wel eventjes laten zien. Want ik had die beelden al wel gevlogd, zeg maar. Maar ze had wel een leuke dag. Mijn moeder had het leuk versierd. Ze is bij mijn moeder. Ze heeft vandaag wel gewoon haar thuiswerkdag. Dus ze is wel gewoon aan het werk. Vandaag is het oppasdag voor mijn moeder voor lente. Ja, maar het was verder prima. Ze was wel even heel gezellig. Ik heb gisteravond gestalkt gekeken en ik was boos. Het ging over een dame die zich had aangemeld en zij vertelde, zij had stage gelopen op een psychiatrische afdeling en daar was zij aangevallen door een man. Nou,
inmiddels was die man ook gewoon weer van die afdeling af en had hij gewoon een eigen woningje. En zij zei van, sindsdien word ik gestalkt, het duurt nu al 5 jaar en het moet gewoon stoppen. Hij moet gestraft worden, maar hij was al een keer gestraft. Hij had dus al in de gevangenis gezeten. En toen zei ze ook, hij heeft mij gebeld vanuit de gevangenis. Nou, ze ging onderzoek doen en eigenlijk kwam er al vrij snel uit het onderzoek dat hij niet bezig was met deze dame. Hij kwam niet bij haar in de buurt, hij was niet obsessief met haar bezig. Het bewijs was er gewoon niet. Daarna had hij wat telefoontjes op Marktplaats staan. Daar is het team op afgegaan om die telefoontjes te kopen. En eigenlijk terwijl ze een gesprek hadden, kwam er eigenlijk al uit het gesprek naar voren dat er dingen niet klopten. Want zij beweerde dat hij in zijn auto op haar zat te wachten. En hij vertelde van, hij begon eigenlijk zelf over een auto. Ja, dat mis ik wel. Al heb je ook geen rijbewijs, vroeg diegene die telefoontjes koopte. Nee, heb ik allemaal niet. Social media deed hij ook helemaal niks mee. Want hij vond het leuk om Wordfeu te spelen en wat te chatten. Maar hij deed niet aan Facebook, Instagram en weet ik veel. Allemaal. Dus dat was al een beetje frappant en ze konden het bewijs ook gewoon niet vinden tegen deze man. Dus uiteindelijk kwam het vermoeden dat zij haar eigen stalker was en hebben ze wat lijntjes uitgezet. En bleek dus dat zij steeds meer begon te liegen, want dan zei ze van, ze zei dat ze heel bang was, ze moest naar haar werk en ze was daar heel erg bang en toen heeft het team heeft haar ongezien gevolgd en ook op de parkeerplaats staan wachten om te kijken of er iets zou gebeuren. Toen liep zij op een gegeven moment in haar eentje terug naar de auto en zij liet het programma weten. Ik ben net met de beveiliging terug naar mijn auto gelopen, terwijl dat dus niet zo was. Nou, nog wat lijntjes uitgezet en overal hapte zij op en hun hadden inmiddels dus ook het telefoongesprek wat deze man had gevoerd, die dus beschuldigd werd vanuit de gevangenis. En hij was helemaal overstuur. Hij zei, ik heb jou niet gevolgd, ik ben het niet. Ik heb jouw nummer net als van mijn advocaat gekregen. Ik weet niet eens waar je woont. Hij was helemaal overstuur. Ik vond het zo zielig. Dat bleek dus, zij was haar eigen stalker. Dus ze hebben haar geconfronteerd. In eerste instantie wilde ze niet toegeven. Uiteindelijk heeft ze dat wel gedaan. Maar ik was zo boos. Hoe kun je iemand zo vals beschuldigen? Ik vond die man zo zielig. Uiteindelijk zijn ze ook naar die man toegegaan. Wel zonder camera. En hij was iemand die normaal niet snel zijn emoties liet zien. Maar Thijs vertelde ook van ja, we zagen nu echt dat hij heel geëmotioneerd was. En dat het hem raakte. Doordat nu eindelijk bekend werd dat hij het niet had gedaan. Maar hij betaalde haar ook nog elke maand 100 euro. Omdat hij haar in totaal 6000 euro moest betalen. Dus het programma heeft psychische hulp geregeld voor deze dame. En ging nou kijken of ze die man konden helpen dat hij in ieder geval niet meer dat geld moest betalen. Want dat was natuurlijk gewoon heel gemeen. Nou, zij is ook wel in therapie geweest, maar ik was zo boos. Hoe kunnen mensen zo zijn? Ik loop trouwens een week achter, want deze aflevering is vorige week al, 2 weken terug al op televisie geweest, maar ik loop dus 1 weekje achter. Daarna heb ik Million Dollar Island gekeken. Dat was de halve finale. Volgende week de finale, dan is het ook klaar. Ik heb mijn nagels gedaan. Ook wel weer fijn. Ik heb weer een lakje van de Action gebruikt. Dat is deze kleur. Dit is de kleur 457 Up All Night. Ik vind hem heel erg leuk. Het is wel even kijken hoe lang blijft hij mooi zitten. Maar ik vind hem heel mooi. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik moet nog even een nieuwe maken. En ik heb ook nog de preview van een nieuwe collectie online gezet op mijn blog. Ik heb daarna lekker mijn Netflix serie gekeken die steeds mooier wordt. Ik vind het alweer jammer als die afgelopen is, want ik vond het zo spannend. En daarna had ik lekker flikken. Nu ga ik hier gauw aan de gang, want de kattenbakken moeten die stinken een uur in de wind. Ik moet hier lekker poetsen. Dus hoog tijd om even wat te gaan doen. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen. Ik heb deze kaart gekocht voor Nathalie's verjaardag. Die ga ik even schrijven, want die krijgt ze dan met haar verjaardag. Maar deze vond ik wel leuk. Dus wel een leuk kaartje vind ik zelf. Dus die ga ik mooi even schrijven en dan kan die met haar verjaardag de bus op. Kaartje even opgeleukt met wat stempels. Ik vind zo'n witte bovenkant altijd zo gekkig eruit zien. Dus ik vind hem wel leuk geworden. Dus eventjes wat gestempeld erbij. Thank you.
lekker. Ik ben weer klaar. Ik heb inmiddels wel even het gordijn dicht gedaan. Want ik vond het toch wel een beetje warm worden met de zon. Ik weet ook eigenlijk niet hoeveel graden het is. Nou, 18. Maar het was toch best wel warm. Maar ik had sowieso het vrij warm gekregen met poetsen. Want ik ben echt flink bezig geweest. In ieder geval ruiken de kattenbakken weer schoon. Ondanks dat ik elke dag de kattenbakken wel uitschep, merk je met het warme weer dat ze wat meer ruiken. Maar goed, die zijn weer lekker verschoond. Ik heb de gang weer lekker schoon, even lekker gedweld. Ze hebben schone eetbakjes en drinkbakjes. Dat is allemaal wel lekker. In de douche ben ik aan het schuren geweest. Eventjes mijn wasbak heb ik geschuurd. Ik heb de douche zelf, de tegeltjes heb ik geschuurd, want ik had wat gekke aanslag. Dus dat heb ik even eraf geschuurd. De grond heb ik geschuurd. Nou, voor de rest alles gewoon lekker van zijn plek gehad en schoongemaakt. Dus dat is top. Ik doe nu tegenwoordig ook trouwens met de handdoekjes en washandjes. Die doe ik even over de rand van de wasmand hangen. Zodat ze eerst kunnen drogen en niet meer nat in de wasmand gooien. En trouwens, ik doe de kattenbakjes, die roteer ik ook altijd. Omdat ik het van de week over het roteren had. Ik zet dus de bakjes die dan weer schoon zijn, die zet ik onderop. En dan de bakjes die er nog staan, die gaan dan bovenop. Zodat ik die dan weer als eerste pak. Ik vind het echt een ideaal systeem. Maar ik ben blij dat alles weer schoon is. Het voelde wel, voelt gewoon lekker dat alles weer schoon is. Ondanks dat het wel zwaar was omdat het nog best warm is. Het is hier binnen nu nog 24 graden. Koelt nog niet heel erg af, ook al staat alles open. Maar misschien vanavond dat nog wat afkoelt. Er valt ook bijna geen regen. Dus ja, van de week wordt het natuurlijk wel weer wat warmer. Dus daar zie ik wel weer een klein beetje tegenop. Maar ja, dan moeten we de boel maar weer dicht houden. Ik ga zo even lekker relaxen, dan ga ik straks douchen en eten. Ik heb lekker snijboontjes met gehaktballen en rostirondjes, daar heb ik wel zin in. Verder ga ik vanavond Kopen zonder kijken weer kijken, daar heb ik wel weer zin in. En ik denk nog even, tenminste Houdbaar Tot, want die heb ik nog staan, dus vind ik wel leuk om die even ook nog terug te kijken. Verder moet ik... Ik moet nog die foto maken. Oh, dat moet nog wel even gebeuren. Dat doe ik denk ik zo eerst even, anders vergeet ik het. Ik moet nog even de video van morgen in elkaar zetten. Dat is dan de boekenvideo. En daarna ga ik lekker mijn Netflix serie kijken en flikken. Dus dat wordt het ook. Ik ga nu verder niks meer doen. Trouwens, helemaal vergeten om gisteren te vertellen dat natuurlijk gisteren Vaderdag was. Maar dat komt. We hebben er gisteren niks aan gedaan. Want ik geef mijn cadeautje zaterdag. Omdat ik mijn vader gisteren niet zag. Dus ja, dan staarde helemaal niet meer bij stil dat het Vaderdag was. Ja. Maar goed. Ik ga nu lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is 21 juni. Ik ben klaargemaakt. En het is vandaag officieel zomer. Ik ga zometeen eventjes de bol doen. Stofzuigen, kattenbakken scheppen. Ik moet even oud papier verzamelen, want dat wordt zaterdag weer opgehaald. En dan ja, is dat in ieder geval weer weg. Dus dat is wel fijn. En dan moet ik straks boodschappen doen, maar ik weet nog niet hoe laat. Ik heb mijn nieuwe shirt aan van de Zeeman met Bambi erop. Ik vind hem echt super leuk. Hij zit ook vrij ruim voor S, moet ik zeggen. Dus mocht je er geïnteresseerd in zijn... Misschien een maatje kleiner. Kijk, ik had een XS'je kunnen hebben, maar die hebben ze niet. Op zich is het niet erg hoor, zit hij iets ruimer. Maar ik vind het altijd wel leuk als het iets strakker zit, maar het is prima zo. Ik heb gisteravond Kopen zonder kijken gekeken, maar dit trok me toch iets minder. Ik vond het koppel niet zo leuk. Gewoon een beetje apart. Ook gewoon qua wensen. Je mag je wensen uitgeven, maar het was gewoon eigenlijk bijna niet te doen. Het resultaat is wel weer mooi geworden, maar ik had er niet zo heel veel mee. Ik heb gezellig even Fortnite gespeeld samen met Nathalie. Was wel eventjes leuk, was alweer een tijdje geleden. En we hadden seizoen 3 nog niet samen gedaan. Zij liet me weer wat nieuwe dingen zien die ik kon doen. Was wel heel, heel grappig. We waren niet super goed, maar dat geeft niet. Ik heb daarna eventjes mijn video in elkaar gezet die inmiddels ook al online staat. En ik heb een blogpost geschreven. Toen ging ik verder met mijn... Netflix serie en die eindigde weer super spannend. Dus ik kan vanavond weer verder en daar heb ik dan alweer heel veel zin in. Ik heb Flikken gekeken. Ik was ook een heel mooi boek aan het lezen, maar die was sneller uit dan verwacht. Vond ik wel jammer, want ik was er echt van aan het genieten. Dus moet ik vanavond weer een nieuwe uitzoeken. En dat vind ik soms ook nog wel eens lastig. Dus ja, dat is het eigenlijk ook wel. Ik ga nu even mijn dingen doen en dan neem ik jullie straks mee als ik weer boodschappen ga doen. Maar ik weet dus nog geen tijd, dus dat zie ik straks wel. Dus ik ga nu eerst gewoon even wat dingetjes doen en dan wacht ik het rustig af. Dus ja, dat is even voor nu de planning.
boodschapjes. Ik ben ook even bij de Zeeman. Ja, daar ben ik ook geweest. Maar ook even bij de Hema geweest. Daar heb ik een aantal dingetjes gekocht. Maar daar komt even een aparte shoplog van online. Bij Zeeman heb ik even inpakpapier gekocht. En een hoed. Want het wordt mooi weer. En ik heb een litteken op mijn hoofd. En hier zo om mijn gezicht. En die mag niet in de zon komen. Zaterdag hebben we verjaardag. Nou wordt het zaterdag nog niet zo mooi weer. Maar als we een keer in de zon zijn. Bijvoorbeeld ik zit in de tuin. Dan mag ik dus niet in de zon komen. Dus ik dacht, ik neem een hoed. En het is dus deze geworden. En ik vond hem wel leuk. Er staat op. Hello summer. Dus een hoedje. Verder de boodschapjes. Die ga ik even laten zien. Katjes zijn hier ondertussen aan het eten. Ik heb 2 keer speklappen. Ik heb 1 pakje voor mezelf met smoorts. Even kijken hoor. Tot wanneer zijn deze goed? De 22. Deze moeten de vriezer in. En ik heb ook voor mijn moeder een pakje gekocht. Die moeten ook even de vriezer in. Want die vond ze ook wel lekker. En zij komt nooit bij de plus. Ik weet ook niet of ze daar hadden. Ik heb lachenbekjes gekocht. Ik wilde rossi randjes, maar die waren uitgekocht. Een pakje slavinken. Een doosje met frikandellen. Ik heb even cola meegebracht. Flesje. De bakboter is meegekomen. Weer even spekjes. En chutjes. Dus die moeten zo gelijk de keuken in. En ik kwam bij de Lidl dit hele leuke plantje tegen. En dit is gewoon een kunstplantje. En ik vind dit soort plantjes altijd leuk om neer te zetten bij mijn foto's voor mijn blog. Dus ik vond deze wel heel leuk met een roze potje. Dan heb ik hier eindelijk mijn folders. Beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen. Swarma voor donderdag. Gekocht. Spinazie. Bonen uiteraard. Voor Frank heb ik even 2 biertjes meegenomen om zaterdag te geven. Ik hoop wel dat hij deze lekker vindt, de Skiller wit. Maar dat weet ik dus niet. Ik heb even een kaartje gekocht voor oma, want die is bijna jarig. Dus ik heb nu deze gekocht. Die vond ik wel leuk. Verder zitten hier nog in aardappeltjes en frietjes. En dat was alles. Ik ga dit zo even opruimen. Dan ga ik straks eventjes lekker, ga ik nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en lekker eten. Vanavond ga ik voor hetzelfde geld kijken. En ik denk even, tenminste hoop ik toch tot, tenminste, of ik moet nog gaan gamen met Nathalie. En ik ga eventjes mijn vlog afmaken, mijn foto's bewerken. En dan ga ik lekker mijn Netflix serie kijken en daarna lekker flikken. We hebben nog even hier een bakje koffie gedronken, even wat dingen gedaan, dus dat is ook fijn. Dus dat was het. Ik ga bij deze ook de vlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daaronder staat er staat ook een belletje. Als je die aanklikt, krijg je een melding als er een nieuwe video online staat. Vond je deze video leuk, doe dan even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!